Dit is Flevoland, vroeger de zee, nu een zeer divers landschap. En dit ben ik, gedeputeerde van Flevoland voor ruimtelijke ordening en landschap. Ik ga samen met de wethouders op zoek naar de mooiste landschapsgebieden en bespreek daar met hen hun visie. Zo komen we in bossen, in fruitakkers, gaan naar stranden, zien kunst en bezoeken dijken en gemalen. Dit is Op reis door Flevoland, het landschap van de toekomst. Kan je mij uitleggen, want ik ken de Noordoostpolder redelijk, van de dorpenring en alles, mooie vlakke land. En dan neem je mij mee naar een bult midden in de Noordoostpolder. Kan je me uitleggen waarom je daar trots op bent? Nou, kijk maar om je heen. Je ziet niet meer de rechtlijnige akkers, maar je ziet een soort van belevingsbos. Dat speelt aan deze kant van de Zwolse Vaart, maar dat speelt ook aan de overkant. Want daar heeft Natuurmonumenten uiteindelijk het Wendelbos aangelegd, ruim 120 hectare extra bos. En ik vind het zelf erg belangrijk dat we op die manier de Noordoostpolder ook een extra gezicht hebben gegeven, recreatie, beleving. En dat doet ertoe. De uitdaging van de vrijkomende erven en de schaalvergroting in de landbouw, dat zie je eigenlijk hier vlak achter. Want als je bijvoorbeeld naar de Voorsterweg kijkt, in 1965 kwam ik daar wonen. Toen waren er ongeveer 20 erfjes en 20 ondernemingen. 12, 24, 36 hectare. Ja. En inmiddels wordt diezelfde grond ingevuld door twee ondernemers. Ja. Die dat hele areaal ingevuld hebben. Dat betekent dat er 15, 16 erven vrijgekomen zijn. En als gemeente Noordoostpolder en als raad van Noordoostpolder hebben we gezegd, die moet je een zinvolle invulling geven. Redenerend vanuit het landschap, zorg dat die single er weer omheen komt. En binnen die single zijn dan verschillende mogelijkheden. Wat maakt nou een wethouder, een goede wethouder ruimtelijke ordening, een goede wethouder landschap? Wat heb je daarvoor nodig? Ik denk dat het belangrijk is dat de gebruikers, eigenaren, belevers van de Noordoostpolder zichzelf bewust moeten zijn van in welk landschap kom je binnen, waar ben je eigenaar van en hoe zorgen we er samen voor dat je die kernwaarden van hoe Noordoostpolder ontstaan is, dat je die ook zoveel mogelijk in ere houdt. Dus het is ook een stukje respect voor waar we vandaan komen en dan mag het niet zo zijn dat de natuur van ondergeschikte waarde is. Want uiteindelijk, nou kijk hier maar om je heen, is de Noordoostpolder ingericht als voedselproductiegebied. Maar inmiddels is het ook een belevingsgebied. Mensen moeten er wonen, moeten er recreëren. En daardoor verandert het landschap. En daar zijn we samen verantwoordelijk voor. We liepen net over een stuk camping. En dan zie ik dit hier staan. En er staat Nettel bij. Waar staat Nettel voor en wat is dit? Ja, dit is wel een veranderend landschap in Noordoostpolder en eigenlijk een onverwacht cadeautje zou je kunnen zeggen. De eigenaar van dit gebied heeft een aantal kavels in de tijd opgekocht en die wilde hier een brandnetelbelevingscentrum van maken. Uiteindelijk is dat belevingscentrum en de business case van de brandnetels is een hele lastige gebleken. Maar een ondernemer heeft altijd meerdere ideeën en toen heeft hij er een, zou je kunnen zeggen, een soort van recreatie-evenementenlocatie van gemaakt. En sinds een jaar of 4, 5 is hier jaarlijks het Wildeburg Festival. Dat is een heel alternatief festival waar ontzettend veel groepen van kunstenaars ook bij betrokken zijn. En die maken eigenlijk van het aankleden van het landschap van Nettel een soort van uitdaging. Elk jaar weer een kunstwerk erbij, zodat je verrast wordt door alles wat er staat. Dus ik denk dat dit stuk veranderend Noordoostpolder een geweldig belevingscentrum is voor mensen die hun verjaardag, hun bruiloft of gewoon kamperen willen beleven. Dat is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de economie, maar ook mooi landschap creëer je daardoor.